Op de middenstip van de grasmat in het Cambuurstadion was woensdagmorgen het grootste ontbijt van Leeuwarden. Bijna 1000 kinderen en de volledige selectie en technische staf van Cambuur namen deel. Jongens en meisjes, goedemorgen. Ik ben een beetje jaloers op jullie. En waarom? Omdat je onder schooltijd mag ontbijten en dus niet even hoeft te rekenen of te lezen of taal te doen. Het ontbijt moet het belang onderstrepen van goede voeding, veel bewegen en een gezond en sportief leven. Daarbij is van groot belang om de dag te beginnen met een doordacht ontbijt. En ik geloof dat ik nu nog iets moet doen met een bal, wat heel erg moeilijk is. Ik zal proberen die bal in het doel te schoppen. Dus kijk goed, misschien lukt dat wel. En als de bal erin zit, mogen jullie wat mij betreft gaan eten. Beginnen met het ontbijt. En ik wens je alvast een hele fijne ochtend hier in het Cambuurstadion. Eet smakelijk, eet gezond, eet elke dag voordat je naar school gaat. Waarom doen jullie dit? Het is een initiatief van Cambuur, Super de Boer, gemeente Leeuwarden en Leeuwarden Courant. En het gebeurt om het accent te leggen op een goed en gezond ontbijt voordat je naar school gaat. Het schijnt zo te zijn dat 1 op de 5 à 6 kinderen niet ontbijt 's morgens. En dat is voor de ontwikkeling van kinderen heel slecht. En vandaar dat we daar het accent even op leggen. Het was een idee van Raadslid Staal? Ja, het was een idee van Raadslid Staal. En misschien wordt hij al ooit wethouder, dus dat is geen probleem. En ik heb dat graag ondersteund. Hij heeft ook een initiatiefvoorstel ingediend samen met de man van de ChristenUnie van Dalen. En wij bekijken nog even wat we daarmee kunnen. En wat scholen daar zelf mee willen. Is lekker? Jawel. Ontbijtjes morgens goed? Ja, zeker wel. Klinkt niet echt overtuigend. Nee, ik eet ook. Een goed ontbijt hoort erbij, hè? Dat weet je. Nee, ik hou van brood met kaas. Kaas is altijd lekker, hè? Ja. Eet je 's morgens ook goed? 2 broodjes. Hup in de kaas. Of kaas. Er zijn ook kinderen die slaan het ontbijt over, hè? Ja. Jij niet? Nee. Ontbijt is belangrijk. Elke ochtend een normaal, goed en gezond ontbijt. Dat is goed voor je. Daar word je sterk van. Daar krijg je een goed verstand van, mocht je dat nog niet hebben. En dat helpt je ook om heel groot en sterk te worden en misschien ooit bij Cambuur te kunnen spelen. Een beetje toezicht moeten zijn, hè? Ja, het is ochtend voor het ontbijt, dus ze moeten wel ontbijten. Ze moeten niet met andere dingen bezig zijn. Nee, maar het is leuk. Hebben de voetballers een soort voorbeeldfunctie in deze? Niet alleen voetballers. Ik denk ieder ouder, iedereen die met kinderen omgaat, heeft een voorbeeldfunctie. Want jij moet ze aangeven. En ja, als voetballer heb je wat bekendheid en daardoor misschien iets meer voorbeeld, ja. Hoe bevalt dit? Ja, leuk. Ja, hartstikke leuk. Wel veel kinderen, maar hartstikke gezellig. Dus ik merk dat ze heel erg naar hun zin hebben, volgens mij. Voor jullie nog gewoon het begin van de dag, hè? Nou ja, ontbijt is wel wat je nodig hebt. Dus in dat opzicht maakt het niet zoveel uit of je nou hier ontbijt of thuis ontbijt. Alleen ja, dit keer is het met veel kinderen, maar ik vind het wel leuk. Jij ontbijt 's morgens ook stevig? Ja, je moet wel. Je moet wel 1-2 keer op een dag trainen. Dus je hebt je voeding wel nodig. En ik eet meestal 2 boterhammen en nog wat muesli met yoghurt. En ik drink wat. Dus ik heb vaak trouwens ook nog wel vitaminepillen die ik slik. Dus dat is een beetje mijn ontbijt. Hoe is het met je eigen ontbijt? Ja, redelijk. In ieder geval veel fruit. En sap, soederans en af en toe een broodje. Maar ik ontbijt wel, ja. Je bent er niet echt fanatiek aan het eten? Nee, ik moet eerst nog opsmeren en... Je bent net begonnen? Ja, ik ben net begonnen, ja. Jij ontbijt 's morgens wel? Ja, ik heb vanochtend 2 beschuitjes gehad en verder niks. Met opzet? Ja. Want je wist dat je hier naartoe ging, hè? Ja. Wat heb je gegeten? Een broodje kaas. En ik heb met melk gedronken bij. En... Dat was het. Doe je dat normaal thuis ook? Ja. De gezamenlijke maaltijd markeert de start van een actie die 6 weken duurt en waarbij kinderen bij aankoop van gezonde producten bij een bepaalde supermarkt zegels ontvangen om daarmee te sparen voor een Cambuur shirt.